Vandaag is een van de monumentale gebouwen in onze binnenstad opgeleverd. Het is een samenwerking dat bestaat uit Purp, maar zo ook een samenwerking die bestaat uit de IDB. Er is ervoor gezorgd dat dit gebouw nu hier kan staan en dat het eigenlijk voor commerciële doeleinden gebruikt zal worden. Dat houdt dus in dat met de middelen die gegenereerd zullen worden, dat dit gebouw eigenlijk voor jaren mee kan gaan en dat het niet meer in een status van verval zal terechtkomen. Het ministerie van Justitie, maar ook het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zullen gebruik maken van dit gebouw. De overeenkomsten welke er liggen, die spreken van mixed use. Dat betekent dat de gerenoveerde gebouwen niet meer helemaal 100% kantoorgebruik zijn. Dus dat is ook overeengekomen met het ministerie van Juspol. Maar bij de renovatie hebben we dus drie gebouwen van Juspol die wij renoveren. En Juspol heeft dan gevraagd om bijvoorbeeld niet bij alle drie mixed use toe te passen, maar één gebouw volledig in de boezem te leggen van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. En dat wij van daaruit met de private sector nagaan hoe zij hier plaats kunnen nemen, hoe zij hier activiteiten, commerciële activiteiten kunnen ondernemen. Dus natuurlijk niet ook weer eens een keer verhuren aan mensen die kantoren gaan houden. Maar het moet een plek zijn waar het publiek ook naartoe kan. You know, denk maar aan een galerij, denk maar waar je even ijs je kunt pakken en genieten van die historische binnenstad. Dus de volgende stap is dat wij met organisaties gaan zitten. Enkele hebben reeds aangegeven belangstelling te hebben. Dus die krijgen binnenkort een rondleiding en dan gaan we aan tafel om te zien van wie komt in aanmerking. En hoe staat het met het stukje onderhoud? En dat is de bedoeling toch? Met het verhuren van de gebouwen, dan kun je natuurlijk beter voorzien in onderhoud. Dus het onderhoud zichzelf. En als we kijken, we leven in een tijd waarbij toeristen vaak komen kijken naar wat er allemaal te bieden is in Suriname. Dan hebben we het niet alleen maar over de natuur, maar ze kijken ook in de binnenstad naar de monumentale gebouwen die we hebben kunnen weten te behouden tot dusver. Denkt u dat dit ook nog een andere boost zou kunnen zijn in de richting van toerisme, een ander soort toerisme? Jazeker, omdat als mensen komen in die binnenstad. Kijk, toerisme, waarvoor komt men? Men komt natuurlijk ook voor je geschiedenis. Men leest dat onze historische binnenstad op de werelderfgoed staat en men wil weten waarom. Dus dan is het belangrijk dat wat je hebt, je dat natuurlijk ook kunt aangeven. En daarom ziet u, op dit moment in Purp 1 zijn er 7 gebouwen die we renoveren, maar daarnaast hebben we ook Waterkant, Palmetuin, Fort Zeelandia, Kerkplein, die zitten allemaal in Purp 1. Die allemaal dus een facelift krijgen. Dan is het voor de toerist aantrekkelijk, maar het is ook voor de mensen die hier wonen aantrekkelijk. We moeten niet alleen maar aan de toeristen denken, maar we moeten ook denken aan onze lokale mensen. Hoe mooi is het niet als mensen met hun kinderen komen wandelen en hun kinderen kunnen vertellen over de historie van de gebouwen. Dus het zal het zeker weten een extra boost geven. Die binnenstad wordt weer leefbaar. In totaal 15 maanden. We hebben het contract getekend in oktober. Maar omdat het ontwerp nog naar UNESCO moest voor accordering, zijn we in januari van start gegaan, januari 2022. En als we kijken naar de oplevering, wat moet dit gebouw gaan betekenen voor de gemeenschap? Het is de bedoeling dat dit gebouw in zijn geheel wordt gebruikt voor commercieel doeleinden. Dus dat wil zeggen dat één of meerdere organisaties in aanmerking kunnen komen om een deel of het geheel te huren. En als we kijken naar de volgende projecten die gelanceerd moeten worden dit jaar, hoe staat het met betrekking tot jullie schema? We zijn on schedule. We hebben van de week nog een pre-bid meeting met de aannemers voor de renovaties aan de Waterkant. Het geheel deel vanuit Wagenbouw tot DNA. We zijn ook bezig met openbare plekken, te weten Palmentuin, Kerkplein, Fort Zeelandia en de gebouwen aan de Henk Arendstraat nummer 1, net hier op de hoek, ook van Justitie en Politie. En Grote Combiweg nummer 3, die moeten laatste kwartaal van dit jaar opgestart worden. En als we kijken naar het werk dat jullie allemaal tot zover hebben kunnen verzetten, zijn jullie tevreden over hoe alles tot zover is verlopen? We zijn tevreden, ja. Kijk, de voorbereidingen hebben wel heel lang geduurd. We hadden de onderhandelingen over de type contracten, over de aanbestedingsprocedures, want we moeten rekening houden met de IDB procurement procedures. Maar desondanks, we zijn eenmaal van start gegaan, volop in 2019 of 2020 dacht ik, en tot nu toe zijn we on schedule. En als we kijken, dit valt allemaal onder project 1. Heeft Suriname al plannen richting project 2 van de PURP en de IDB? Ja, er zijn conversaties ongoing voor een PURP 2, maar dat is nog in de pipeline en daarover kunnen we pas richting volgend jaar over praten.